Hallo kijkers en welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dieb de Remers. Ik moet asap mijn schoentjes aandoen. Voilà. Want jawel, deze gaat terugwerken. En ik heb er juist nog een algemene video in elkaar gestoken. En die moet ik zelfs naar mijn wijk even online gooien. Dat jullie wel op de hoogte zijn, hè mensen. Ja. Dat jullie echt op de hoogte zijn. Nu, nog mijn jas aandoen. Hopsapie. Mijn broeken wat omhoog trekken. Heb ik dan alles? Zo van hebben. De portefeuille, gsm, camera, kijkers. Dit hier afzetten. Die staat nog altijd op 21 graden. Dat is niet goed. Alles hieruit. Ja, dat is goed. Dan nog gauw mijn tandjes poetsen. En dan vertrekken maar. Yo. Ik zou zeggen, veel kijkplezier met een timeslapje. Zo mensen. Amai, mijn stem. Ik ga nu de lichten uit doen. En dan vertrekken naar het werk toe. Hè. Lichten uit. Voilà. Oké, ik doe 8 lampen. 8 lampen? Oh ja, ik heb die van mijn slaapkamer zelf uitgedaan. Kieken dat ik ben. Kieken. Ja. Dan, ja, op weg naar mijn werk toe. Voilà. Ik hoop dat mijn mesje wel in mijn auto ligt. Ik hoop het. Anders ben ik gejost. En voilà. Is het ook een licht hè? In de gang? Oh, het is al goed buiten. Het is al redelijk goed buiten. Joepie. En morgen zijn de vuilzakken zeker. Dus dat is ook goed. Dan nog even aan mijn gebuurtjes zwaaien. Voilà, dat heb ik ook gedaan. Dus ik ga weg, dan moet ik die kant al doen. Er lag nog iets in mijn kabinetje, wat hier eigenlijk niet in moest blijven liggen. Maar nu is het ook te laat om die naar boven te doen. Ik moet nog één keer uitstappen. Want wat heb ik dat eens keer aan de hand? Dat mijn broek altijd naar omlaag zakt. Dan nog even gaan kijken waar mijn airhub is. Die moet hier ook nog ergens liggen. Voilà. Mijn huiszak in elkaar steken. Voilà. Ga dan toe. En ik heb mijn mesje toch. Voilà. Tot zelfs allemaal. Ik ben nu onderweg dus even naar Antekroner om daar een broodje te kopen voor mijn schat. Dus daar heb ik het allemaal voor over. En voilà. Zo, ik heb een broodje voor mijn schatje. En jawel. Jullie gaan dat sowieso niet geloven. Echt waar niet. Hier in het centrum van Alken ben ik toch wel 2 keer op een foto mogen gaan. 2 keer. En de verrassing is, allemaal met mesjes, wel minderjarig, dus daar ga ik niks ook niet mee beginnen. Maar ik vind het wel leuk dat jullie fans zijn. Echt waar, blijf maar kijken. Dankjewel daarvoor. En ja, hopelijk dat we toch nog jaren jullie als kijker ook mogen blijven hebben.
Voilà, ik zet je terug in de auto. Even terug plaatsen. Voilà. Alsjeblieft. Dank u. En dat is geen nummerplaat, hè. Tosa, stap in. Ah ja. Ja, stap in, wagen. Vincent, uw wagen is juist in gebruik. Die kwam nu terug naar de laadpunt. Dat is heel goed. En hopelijk zit hem er ook goed in. Wacht even, ik moet mijn remote nog aan doen. Ja. Ja. Ik was er terug met kijken hoe dat gekost had. Ah. Oeh, zelfs copyright claims. Nee, dus ik ga nu richting mijn ouders. Want er is een aangetekende brief naar hier gekomen. En die ga ik nu afleveren aan mijn ouders. Tot ziens allemaal. Kom dan door. Zo mensen, ik heb mijn vriendin. Ziet hè, ik ben weer aan het vloggen en ze storen mij. Ja, dat was dus mijn vriendinnetje die even mee belde, dus dan heb ik mij ook even terug aan de kant gezet. Ja, zij ging mij nog een kartonnen doos meegeven met papier in, omwille van dat bij mij papierophaling is maandag, ja, in Alken. Dus alle Alkeneren, dus het is papier hier voor ja, papierophaling. Voilà, ik ga jullie laten, want ik ben nu aan het afgesproken. Voilà, hier is de kartonnen doos waar ik het over had. Dus daar zit dus karton en papier in. Wat allemaal dus weg mag gegooid worden, want ik heb ook nog twee dozen thuis staan. Dus totaal gaan er drie dozen van mij dan buiten staan. Oh mannetjes, mannetjes, mannetjes. En ik ga wel één ding iets zeggen. Ik ben moekes, echt waar. Moekes, 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 moekes. Ik ben wel heel blij met deze wagen. Ja, ik ben echt heel blij met deze wagen. Ik heb hem ook een gedeelte dat ik zelf ook bekostigd, dus daar zit een hele grote som geld van mij in. Maar ik heb dat niet allemaal openbaar gooien van hoeveel heeft mij echt effectief gekost, dit, dat. Nee, dat moeten jullie niet weten. Dus, ik heb het zelf bekostigd, dus dan mogen jullie wel echt blij zijn. Dus nu heb ik dus ook eens weer eens iets gekocht van wat nu echt van mij is. En daar ben ik wel blij om. Ik ben nu terug richting mijn thuisje aan het rijden. Daar ga ik zelfs mijn vlog nog in de kant steken, dus wat ik nu op aan het nemen ben. En dan weet ik nog niet wat ik dan nog gauw ga doen. Ik denk misschien dat ook eens tijd, want ik ben echt moe gewerkt ook. Wel geknipt en al, mijn haar is geknipt en al, als jullie het hebben gezien. Al, nu heb ik die nog groen. Nee! Nee! Ik wil naar huis! Ik wil naar huis! En die hebben allemaal groen, zie je dus. Ik word de trap rood. Daar staan, daar moet je kijken, daar zo. Dit is nog altijd groen. Oranje. Ook aan die kant oranje. Dus ik heb trek groen. Voilà, ik heb jullie terug vastgeklikt op mijn stuur. Ja, ik heb daar een stuurvergrendel op. Nee hoor. Nee hoor. Maar ik ga jullie wel nu laten, dus ik zie jullie allemaal nog straks terug voor de vlog nog af te sluiten. Tot straks allemaal, jongens. Klein vraagje aan de kijkers. Wie kent dit hier? Deze stuk van de kruispunt. Wie kent dit hier? Laat het even in de comments weten. Jawel, dames en heren. Handrem altijd optrekken. Hoi, kijkers. Holy shit.
Je moet nog altijd wennen, hè, dat deze auto toch iets hoger ligt dan mijn gewone auto. Ik ben nu terug thuis. Dat betekent dat ik naar de richting van de appartementen moet. Ja. En dan, wat je ook altijd moet doen, dus wat ik doe toch, is alles checken als alles toe is. Ja, alles is toe. En daar zijn ze nog lekker aan het trainen, voetballen. Het is wel eigenlijk wel goed buiten. Moet ik wel eerlijk toegeven. De meisjesploeg is daar aan het trainen. En ik hoop, echt waar gemeente, Alke, dat jullie die voetbalplein daar nooit weg gaan halen. Nooit, 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 nooit. Nee, nooit. Nu nog mijn sleutels vinden. Die heb ik gevonden. Nu nog de juiste getallen zien op de sleutel. Want ze hebben allebei dezelfde achterkant. Ze hebben allebei dezelfde achterkant. En dat is van zo'n klote. Ja, ik heb al redelijk veel tips ook al binnengekregen. Waarom hang ik daar geen hoesje rond? Just. Juist, ja. Een hoesje. Een hoesje, poesje, hoesje. Oh, ik ben toch zo happy. Zo happy, happy, happy. Maar ook wel zenuwachtig voor morgen. Ja, voor jullie eigenlijk. Voor mij is dan die grote dag al geweest. Oh, damn you. Morgen. En wat vinden jullie van mijn haar? Ik heb mijn haar weer op laten doen door mijn vader. Dus dat is ook wel heel goed gelukt. Hier kan ik ergens al wat harder praten. Voilà, ik heb nu ook nog mijn juiste sleutel terug. Dus ik ga nu ook inbreken in mijn eigen appartement. Verlessen, inbreken. Nu niet uitbreken, maar inbreken. Verlessen en inbreken in mijn warme appartementje. Want buiten is het te doen, maar toch wel een klein beetje frisjes. Ik heb het nu koud en dat snap ik. Dat snap ik helemaal niet. Wat moet ik nog? Ik ga nog bepaalde dingen nog gauw hier ook nog doen op mijn appartement. Dus ik zie hier nog een en ander wat ik nog kan doen. Dit is mijn schoenen nou wegzetten. Dan dat papier. Ah. Alke gaat de strijd aan tegen Aziatische hoornaar. Wandelen en fietsen in Haspengouw. Nieuw uitneembaar op stap in Alken. Op stap in Alken. Dat gaan we eens even moeten bezien. Voilà. Ik heb mijn jas even uitdoen. En dan heb ik hier nog een en ander ook nog uitnemen. Oh. Zit dat hierin? Ja. Hier zit dat in. Ik heb iets laten vallen. Ik weet het dat ik niet naar jullie zit te kijken. En dat dat onbeleefd is. Ah. Ja, ik weet het. Ik weet het, en ook jullie zo nu in de steek laten. Oeh, wat onbeleefd is dat toch wel niet. En ik zit toch nog altijd te babbelen. Babbelen, babbelen. Ik ben een babbeluut. Dan laat ik er nog even in. Dit ga ik er nog ook nog uit halen. Dit moet nog eruit. Voilà. Ah ja, en de lichten staan hier niet op 100%, maar op 30%. Ik hoop dat dat een betere verlichting is, ook voor jullie. Dus laat het ook even weten in de comments. Of moeten de lichten er nog iets harder staan?
laat het mij even dan ook weten. Want nu ga ik hem even een poosje op 30% laten staan. Als dat een goede verlichting is. Ja. Wacht eens even kijken wat ik nog allemaal moet meenemen naar de... Oh, see you. Oh, bestaat er een liedje van? Daar moet ik eens gaan bekijken. Bestaat daar een liedje van OCMW? Spotify, start op. Dan ga ik daar ook even hier nog de belichting ook nog eens gauw aangooien voor jullie. Valessa, wauw. Studioverlichting staat nu aan. Eens even kijken. Hè. Zoeken. OCMW. Goeie elektrische kast. Ah ja, de boxen staan niet aan. Oké. Okay. Nee, dat is niet echt van de OCMW. Zeg eens kijken als ik iets op YouTube vind. Dat moet toch wel, hè? OCMW. OCMW lied, voilà. Van The Strangers. Oh my god. Dat is hem. Je man. Ik weet niet als ik daar copyright op krijg, dus ik ga het ook zo laten nu. Dus ik denk, als ik dit nu al 24 seconden heb laten zien, misschien staat daar al ook al copyright. Dus als mijn fragment verkort is, betekent dat, eruit is geknipt. En dan heb je nog deze. Oh, dat is ook nog zo'n klassieker. Kennen jullie het? Nee? Bij de Rijkswacht. Bij de Rijkswacht. Voilà. Allee, die moeten jullie toch ook kennen, hè. Voilà. Maar ja, ik ga hier nog een en ander nog gauw doen. Ik ga mijn vlog nog in elkaar steken voor jullie nog. Ik was hier ook nog bezig. Dus dat kan ik weggooien. Dit kan ik weggooien. Pak jullie ook nog mee. Ik ga hier ook het licht aan doen. Voilà. Dan doe ik hier ook het licht terug aan. Dat jullie mee kunnen blijven zien. Dan doe ik hier ook het licht terug aan. Daar ruikt het goed. Dan komt dat het daar goed ruikt. Ik ga morgen terug hoogstwaarschijnlijk naar de Action toe. Want mijn potteke, parfum, is gevallen. En is kapot. Dus dan bedoel ik, wat ik ga dan licht wel even terug uit doen. Hup. Morgen ook mijn vuilzakken buiten zetten. Denk eraan, Dimitri. Ja, Dimitri. Dus dat uit. Wat wil ik nu nog weer al zeggen? Ah ja, van dat parfum. Voilà, dit is een potteke wat is gevallen. Deze heeft echt een hele goede geur. En deze ga ik terug kopen. Want ik vind het echt zonde dat ik het niet helemaal heb kunnen opgebruiken. En dat het kapot is gevallen. Ja, het is niet expres kapot gevallen, maar het is kapot. En nu ga ik jullie laten. Ik ga deze vlog nog in elkaar steken. Dan ga ik nog een en ander nog gauw iets kijken.
En dan ga ik slapen. Dus vergeet al sowieso al geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren. Abonneer. Want we zijn terug de goede richting uit aan het gaan. En ook een hele dikke shout-out naar de meisjes aan At The Corner en aan De Post. Bepost in Alken. Waar ik op de foto ben gegaan. Hopelijk duikt die foto wel eens ergens ooit eens op. Ik hoop het. Dus ofwel, meisjes, als jullie kijken, stuur het dus gerust ook op via een DM of via e-mail. info@psychotv.be. En als jullie ook zeggen van oké, je mocht het ook gebruiken voor in de vlog te steken, laat het dan ook in de e-mail weten of in de DM weten waar jullie mee willen gaan bereiken. En dan zeg ik het wel in de vlog. En als jullie het niet willen, stuur gewoon ook gerust de foto op. En ik gebruik het alleen maar voor eigen gebruik. Dus dat betekent dat ik jullie bij de fanfoto's zet. Want ik heb daar een mapje van. En dan waar ik al bij op de foto ben geweest en waar ik foto's nog van heb. Dus daar komen jullie dan ook nog intussen. Dus echt waar, een dikke shout-out dat jullie altijd blijven kijken ook naar mij. En hoe moeilijk dat ik het ook soms heb en al. En ik probeer het beste al te maken. Ook altijd in mijn leven. Hoe moeilijk dat het ook is met een zeer lage inkomen. Maar ik maak er toch nog altijd iets van mijn leven. Dus dan weten jullie dat ook. Dus het voelt me nog altijd heel goed aan. Voilà. Wat maak je? Hallo mensen, ik ga nog een toevoeging doen aan mijn vlog. Want ik ben niet alleen met beeld bezig en al. Maar ik ben ook wel een klein beetje altijd bezig geweest ook met muziek. Wat bedoel ik daarmee met muziek? Ja, ik maak heel graag playlisten. En zo heb ik er vandaag weer al wat paar klaar. En die wil ik aan jullie dan even voorstellen. Dus ik heb momenteel, is het nu on-air, TMF Hitzone Best of 98. De grootste hits van 2023, Hitzone 2 en Hitzone Best of 2022. Allemaal playlisten gemaakt door mij. Die staan nu online. Die zijn vandaag gemaakt. Behalve Hitzone Best of 2022. En welke playlist dat ook nog gemaakt is door mij, ook al een paar weken geleden, is I Love the 90s Top 500 2024. Zo. En dan wil ik ook nog even, dat ik jullie aandacht nu toch ook nog altijd heb, wil ik jullie ook nog even verkondigen van de 666-LAN. Jawel, ontdek een exclusieve kans om deel te nemen samen met Psycho TV Events en maak kans op gratis tickets voor de 666-LAN in de Antwerp Expo van 12, 13 en 14 april 2024. Beste gamers en fans, ben je klaar voor een onvergetelijke LAN-party van 666 gamers? Wel, dan hebben wij Psycho TV een opwindende mogelijkheid voor je gecreëerd. Om niet alleen deel uit te maken van mijn geweldige kanaal, maar ook om de kans te krijgen op gratis tickets voor dit event. Bij elke aankoop van 20 tickets via de onderstaande link maak je automatisch deel uit van een spannende raffelen. Of revelen. Voor elke 20 verkochte tickets wordt er één gelukkige winnaar gekozen. En deze persoon ontvangt gratis een tweede ticket voor het event. Wacht niet langer en grijp deze unieke gelegenheid aan om niet alleen deel te nemen aan de Psycho TV events, maar ook om kans te maken om gratis ticket en nog een meeslepende gaming avontuur te beleven op de 666 LAN Party te Antwerp Expo. Kijk, klik snel op de onderstaande link om je tickets te bemachtigen en automatisch mee te dingen naar die gratis tickets. Bedankt voor je voortdurende steun aan Psycho TV. Laten we samen een spannende spanning van gaming delen en jouw kans op gratis tickets vergroten. En
zien we elkaar snel op 12 april 2024 op de 666-land. Tot snel allemaal. Jawel. Voilà, daar zijn jullie dan ook weer al op de hoogte. Dus ik ben aanwezig op de 666-land anniversary of zoiets. Anniversary. Voilà, dames en heren. Ik ga daar aanwezig zijn. Dus hopelijk jullie ook. Dus schrijf je in. Ik zal het ook hier onderaan in de beschrijving nog een keer de ticketlink even erbij plakken. Bij deze, dankjewel nog om deze toevoeging nog even mee te pikken. Dus zowel ik ga dus naar de 666-land en dan gaan we ook surfen naar www.psychotv.be en je gaat naar afspeellijsten en Spotify playlisten. Daar heb ik weer al een paar nieuwspostjes gepost met de nieuwste playlisten die nu te verkrijgen valt op Spotify. Ik ga sowieso zeggen, like ook alsjeblieft die playlisten, zodat er genoeg likes ook op die playlisten komen en dat we dat ook mooi samen kunnen delen. Dus ik ga nu nog de laatste hand leggen aan een bericht. Dus TMF het zone spreken best of 98. Bevestigd. Klik. Dan afbeelding. Hubsetree. Midden. Afbeelding. Uploaden van afbeelding. Valassa. Wat verkleinen. Dat dat niet te groot is. Dan nog de code toevoegen. Voilà. Opslaan. En die staat dan ook weer online. Bij deze. Ik dank je wel. Deel uit te maken van mijn leven. Ik zie jullie allemaal de volgende keer terug. Maar ik ga nog eens heel eventjes. Wil ik nog jullie aandacht. Dus ik wil nog eens even mijn playlist verlopen. Dus ik heb ook een eigen Psycho TV playlist. Daar zit al voor 5 uur en 57 minuten muziek in. Van 74 nummers. Daar zijn maar 3 likes op. Vind ik wel jammer. Dan heb je nog de I Love the 90s. Top 500 2024 Q-Music. Daar zijn al 50, vind ik leuks, opgeklikt. En 500 nummers kun je daar beluisteren. En natuurlijk voor 35 uur en 23 minuten muziek plezier. Dan gaan we door naar TMF Hitsong Best of 98. Daar staan 39 nummers in en voor goed voor 2 uur en 41 minuten muziek. Daarna gaan we door naar de grootste hits van 2023. Daar zijn 50 nummers zitten erin en dat is goed voor 2 uur en 23 minuten muziek plezier. Daarna gaan we door naar Hitsong 2. Daar staan maar 20 nummers in en is goed voor 1 uur en 21 minuten muziek. En dan gaan we nog door naar Hitsong Best of 2022. Daar staan 33 nummers in. Dus goed voor 1 uur en 42 minuten muziek. Dus als je dus naar mijn website surft, naar www.psychotv.be, daar heb je dus een tabbladje afspeellijsten. En dan als je daar op Spotify klikt, dan zie je de afspeellijsten wat ik alleen heb gemaakt. Dus door de Psycho TV. Dus dan ga je ook altijd mijn profielfoto dan daar ook in terug zien te vinden. En hopelijk ga ik ook zo wat bekender in de wereld. Wie weet. Dus dat zijn ook zo wat hobby's waar ik ook nog zo wat heel graag wat uitoefen. Dus zo wat naar muziek zoeken die ik dan zo toch ook zo kan opzetten. Dus nu zie ik, ik zit dan ook op een andere website. En dan zoek ik dus zo gelijk op bol.com naar die dingen toe. Dus dan typ ik daarin hitzone. En dan wachten, waar zaten we nu? 5. Ja, die staat er ook op. Dat is, zo was het. Hitzone 5. Eens even kijken als die erop staat.
albums. Hitzone 5. Die staat er dus ook niet op. Nee, Hitzone 5 staat er niet op. Nee. Dus ja, dus zo van, als ik eens iets tegenkom van, ah, daar is nog geen playlist van. Oké, dat is leuk, dat is heel leuk. Dan probeer ik die lijst dan ook nog altijd klaar te maken en klaar te stomen. Ook voor jullie dan, dat jullie die dan ook kunnen beluisteren. Ook op Spotify, integraal gemaakt door, ja, door Psycho TV. Hè. Dus Hitzone 5 gaan we ook nog even in elkaar steken. En daar zitten in totaal maar 19 muziekjes in. Zo gelijk de Venga Boys. Boom, 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 boom. I want you in my room. Welke ken ik daar nog van? Eens even kijken. Alleen maar die. Ja, blijkbaar die alleen maar. Hoor maar. Dat is de die wat ik bedoel dan, hè. Oh, wow. Dus dat. Finger Boys are back in town. Wow. If you are alone and you need a friend. Blablabla. Oké. Dus ja, ik ga dus nog één playlistje ook nog maken. Dus dat is van de Hitzone 5. Die gaat dus ook nog online komen. En dan stop ik er ook mee. En dan steek ik ook deze vlog nog in elkaar. En dan is het slapenstijd. Yo. Tot later allemaal. Wow.